Hallo kijkers van Liepte, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met SimCity met Ido. Hallo. En de vorige aflevering heb ik dus eventjes alleen eventjes gedaan en deze aflevering ben ik dus, nou ja, in ieder geval samen met Ido, dat is wel fijn. Hallo. Ja, hallo. Ik heb in ieder geval niet zo'n grote voorsprong gemaakt op Ido, dus dat scheelt. Oh, dat is heel veel uitgemaakt hoor. Nee. Toch een SimCity Pro, dus... Nou, jouw kennen, dan ga je gelijk met gigantische parken beginnen. Nee, nog niet eens. Komt in een flatgebouwen. Ja. Ik hack alles bij elkaar. Hak alles bij elkaar. Brand. In ieder geval, ik wil vandaag sowieso een brandweerkazerne en een ziekenhuis neerzetten. Of een ziekenhuiskliniek, weet ik veel hoe dat mag heten. Misschien ook wel. Ik ga het niet geloven. Hm? De game is nu al geglitcht. Hoe krijg je dat dan nou weer voor elkaar? Ik kreeg letterlijk de melding. Je stad moet je verbinden met de weg. Ik heb iets van 6 wegen aangelegd en nog steeds niet klaar. Aan de autosnelweg. Oh, nou registreert ik pas. Verdenken. Topsnelheid. Een stopplaats lijkt me wel eerst nog het handigste. Voordat ik met alle andere meuk begint. Waar zou ik hem neerzetten? Nou ja, een beetje bij de industrie lijkt me wel logisch. Daar doe ik hem maar. Luiten mogen water hebben. Iets van... Molens. Windmolen. Klaslokaal vol. Prachtig. Moet meer geld hebben. Nu al gaan uitbreiden die dat ding. Maar ik kan ook wat geld geven. Nu al, ik heb nog maar 4000. Ik heb nog minder. Ik heb nog maar 4 simdollars. Wauw. Ik doe er wat aan, zou ik zeggen. Maar hoe kun je dat ook weer eens doen met gebouwen dat ze minder geld kosten? Ja, dat is een goeie. I don't know. Oh, dan moet je op drukken. Dit uitzet en dit uitzet, dan draai ik nog maar 36 verlies. Oh, dat valt nog wel mee. Die ramp is al wat te overzien. Er gaan steeds mensen dood, ja. Geen wonder dat ik ook een kliniek moet. Hoeveel kost dat ding ook weer? Oh ja, 20.000. Ik heb maar 8.000. Ik ga wat sparen. 8.000, jongen. Schakel een aantal gebouwen uit, maar ik kan niks meer uitschakelen. Dan moet ik mijn watervoorraad uitschakelen. Zeg maar niet dat je nu ook al aan de drieledige zit. Ik heb geen geld meer. Ja, maar dan kun je wel een leding gebruiken. Even meer geld hebben. Oké, je moet dus eerst wat meer geld hebben om een leding te kunnen starten. Ja, dat is logisch. Mooi, ik draai weer de winst. Hoeveel inwoners heb je al? Ik heb nu 60. 902. Maar ja, ik heb ook een kleine voorsprong, hè, dus Eerst deze even openen. En deze weer. Ik ga eens even kijken. Want ook in die grote constructie, daar wil ik later ook nog wat gaan maken. Misschien een Space Center of zo. Zo. Goes to the Milky Way. Ja, want daar zijn ook soort achievements voor. Want de archeologie, niet echt veel aan. Internationaal vliegveld, ook niet echt veel aan. Space Center. Of de zonne-energiepark. Dat vind ik echt de minst nuttigste eigenlijk. Dat is gewoon veel te veel stroom. Too much energy, live for that energy. Oké, dat klonk dus wel heel random. Ja. Even kijken. Het is zo snel mogelijk. Oh!
Volgens mij kijken we eerst het flatgebouw al. Ja hoor. Volgens mij ben je weer bezig met In ieder geval mijn eerste luxe landhuis heb ik. Ja, je zit weer bij Parker te kloten. Geen wonder dat je ook verlies draait. Nee, ik denk allemaal dicht. Nee, maar ik rijd nu alweer 388 winst. Oké, wat moet ik nou hebben voor een olieboerderij? 7 industriële gebouwen. Ja, dat is zeker lang aan. Want ik had die dingen ook best wel goed gebruikt, het olie en de erts. Voor mijn Omega Coal later. Ach ja, etterbak. Die was wel heel slecht. Ik weet het. Jij erwtenbak. Ja, jij erwtenbak. Wauw, prachtig. Ja, ik heb eigenlijk genoeg om bij de kliniek te plaatsen. Echt een Nobelprijs, die grap. Echt wel. Even zien, waar zou ik mijn kliniek? Oh, ik vind het zelf best wel goed eigenlijk, als je erover nadenkt. Oh, mensen gaan nu al upgraden weer. Maar dit gebeurt volgens mij altijd. Altijd als je SimCity speelt, gelijk Parker er tegenaan gooien. Nou, dat komt een beetje hard aan. Vooral de stoeptegels. Waar hebben de stoeptegels niet mee te maken? Waar heb je alles op lopen? Graspollen komt er ook best wel hard aan, vooral als er stenen tussen zitten. Ja, dat sowieso. Kijk hoe zit het met mijn landwaarde. Hoeveel maak je nu elk winst? 735. Ik maak nu 6... Oh, mensen aan het upgraden. Ja, geen wonder dat je ook niet zoveel winst maakt dan, hè. 952. Even wat in woonwijken plaatsen, dat lijkt me wel een handig idee. Ik moet een afvoer hebben voor alle stront. Ik maak nu 1051 winst. Per uur. Ik heb maar 350 euro. Of ja, euro. Ik heb weer 3200. Oh, een uurtje wachten en heb ik genoeg doegoed om een riolering te maken. Ik ga in ieder geval even wat meer inwoners verwerken komen. Goed Nederlands. Ik heb zo dat geluid op SimCity. Dat kan ook. Ah, Eriep! Eriep? What the fuck is dat dan? Eriep. Rip headphone users. Jezus, dat was niet goed voor mijn oren. Eens even kijken. Cultuur. Cultuur? Hoe ligt ons stadion? 150.000. Dat gaat toch wel even duren voordat je daarmee bent. Burgemeester van nu een naburige stad komt op bezoek. Gezellig! Op bezoek? Ja, op bezoek. Even kijken, plaats een park. Mensen worden ziek in mijn stad. Plaats een park. Oké. Jullie willen een park, dan krijg je een park. Maar waar zou ik hem neerzetten? Park, park, park. Iedereen slaan. De grote megastos hebben in de baan een BD. Grote hoeveelheid sportsokken, stapel vlaatflessen en verpakking met 36 rollen wc-papier. Prachtig. Kun je lekker schijten. Daar ga ik ook wel vanuit. Aantrekkelijke nieuwe woningen te kopen in je stad. Ja, ik begin nu ook met te parken. Oh god. Een paar wegen gaan upgraden. Dat is ook nog wel een goed idee, ja. Dan kunnen de mensen weer gaan upgraden. Maar ik wil zo snel mogelijk flatgebouwen hebben. Trekken veel, lekker veel mensen in, lekker veel belasting.
En dat is wat ik eigenlijk wel heel graag wil hebben. Ja. Die belastingcenten. The money. Ik verdien nu 1230 simdollars per uur. Verdien je eigenlijk nog meer dan mij. Maar ja, bij mij zijn ze ook spontaan aan het upgraden, dus op zich. Naar wat? Ja, betere huisjes. Ah. Bij mij beginnen ze dan niet meer te upgraden. Ik denk meteen, ja, ze beginnen weer te upgraden. Zeg maar niks. Zodra de eerste villa gebouwd wordt, verhuizen de chique Sims naar de stad. Laat de honden los. Laat de dogs out. Oeh. Oh, mensen gaan weer spontaan upgraden bij mij. Naar een nieuw park. Daar nog een beetje... Niet genoeg geld. Verzoek naar de academie goedgekeurd. Hey. Dat is ook goed voor jou later, hè, Bisha? Dat weet ik. Maar ik kan ook heel hard tegen mij werken. Mm. En ik heb weer 5000 euro meer. Prachtig, wil je nou een koekje? Tekort aan arbeiders. Mm. Nee, ik hoef ja, niet. Dat probleem heb ik hier dus ook. Oh mijn god, als mijn winkels beginnen al te upgraden. Oh, ik heb een ambulance hier voor jou. Dat kan kloppen. Oh, dat is de industriekaart. Nog een paar parken. Ah nee, stop. SimCity, nee. Foei. Oh, mensen gaan weer upgraden bij mij. Volgens mij kan ik weer eerst verplet gebouwen. Nu al? Man, ik kan helemaal niks zien. Dat is wel donker. Dit is een appartementencomplex. Dit appartementencomplex heb ik al. Yeah. Ik ga maar alvast een weg maken naar boven op de berg. Bovenop die berg. Daar zat ik ook echt serieus. Hé, maar daar zat ik echt serieus ook aan te denken, opeens. Maar ik wil dus ook echt die een kliniek hebben. Nou, gelukkig heb ik er een. Mijn commercieel gebied wil ik heel graag uitbreiden. Er is brand, oh nee, paniek, ik heb niet genoeg geld. Dat wordt een lening aanschaffen dan, denk ik. Een lening aanschaffen, prachtig. Ja, dat doe je, hè. Ik vind heel knap hoe je dat wil doen, maar... Sorry, er zijn niet genoeg fabrieksarbeiders. Dan ga je toch gewoon een paar klonen. Hoe wil je dat dan weer gaan doen? Ik ga het park even iets uitbreiden. Park? Kun je een park uitbreiden? Ja. Tekort aan arbeiders. Maar even weer wat pietjes maken dan. Ga je een paar kiekjes maken? Ja, ik ga een paar kiekjes maken. Precies wat ik ook zei, ja. Oh, die Indisch doos noemen ze zoiets ook wel, hè? Echt maar 22 simdollars. Jee! Ik ben een miljoen. Ik ben rijk! Ja, precies. Wat wil jij? Futur is hier nog meer gebouwen. Hoppa, dit paar wegen zo aanleggen. Echt, geld is mijn grootste probleem. Altijd makkelijk. Bij mij zijn de mensen aan het zeiken van, ik kom
Werknemerstekort. We komen werknemerstekort. Ja, bij mij ook. Is geen probleem. Ik doe een paar extra huizen erbij dumpen. Niet genoeg simdollars. Ja. Niet genoeg simdollars. We zitten dus in hetzelfde probleem. Nee, ik heb weer genoeg. Ja, ik ook hoor. Zo moeilijk is het niet. Zo moeilijk is het spelletje. Ik heb maar 2 simdollars nog. Pacht. Mijn meeste uitgaven gaan allemaal naar parken. Bijna... ook. En ja, dat is ook eik. Eik in het Engels. Pokémon. Ook dat. Willen ze nu al dat ik een academie ga bouwen? Dat is niet echt goed, als ik dat nu al ga doen. Nou ja... Dat kost behoorlijk wat geld. Dat zeker. Je mag een stopplaats gaan bouwen, denk ik. Plaatsen... Ik moet nog meer... Mensen willen nog graag hier gaan wonen bij mij. Plaatsen een gebedshuis. Nou, gelukkig is het gratis, dus oké. Okay. Oh, die heb ik al. Waarom kunnen we thuis toch omweren? Dat kan. Leuk. Oh, die knet er nog aan toe, zeg. Echt, worden hier huizen gebouwd waar je u tegen zegt? Hm. Ik moet eens op het is zo snel mogelijk die, dat die gezondheidskliniek hebben. Ah. Behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Volgende aflevering ga ik denk ik wel wat meer uitbreiden met mijn... Wat was het? Ja, brandweer die had ik al. En mijn kliniek had ik al. Dan hoef ik alleen nog een politiebureau. Dus ik hoop het leuk vonden. Ga vaker maken. En zie ik de volgende keer weer. Later.